Goedenavond allemaal. We gaan zoals gewoonlijk beginnen met reciteren van de toevluchten en trainingsregels. En dan ga ik een beetje vertellen over iets wat ik geleerd heb in een online workshop geleid door Bodhi Paksha. Dat is een Schot, maar die in Amerika woont. Today's topic is on the art of mindfully talking to ourselves in meditation. You could think of it as being about turning thoughts into allies. En die workshop ging erover hoe je dus gedachten en woorden kunt gebruiken om je meditatie te ondersteunen. Dus normaal beschouwen we gedachten in meditatie als storenzender of zo. En we proberen telkens door terug te gaan naar het object van onze meditatie, van die gedachten te stillen. Maar je kunt ook gedachten gebruiken en zelfs woorden die je dan tegen jezelf zegt om je meditatie te ondersteunen. En dat is ook wat we bijvoorbeeld al doen met het tellen in de ademhalingsmeditatie of als we woordjes laten vallen in de metabhavana van ik gun mezelf gelukkig te zijn of mogen hij gelukkig zijn of mogen zij gelukkig zijn. Dus ook zulke zinnetjes. Maar hij heeft daar wel bijzonder inspirerende ideeën over en tips voor. Dus wat ik daarnet al zei, dus dat we meestal zeggen, ja, gedachten zijn veel gedachten die ons wegleiden van de meditatie. In meditatie proberen we in het nu te zijn, aanwezig te zijn bij datgene wat er is. En dan, als we dan beginnen te denken aan wat we morgen nog moeten doen of wat we vandaag gedaan hebben, waar we plezier van gehad hebben of wat moeilijk was, of wat we ons zorgen maken over onszelf of over iemand anders. Dus dat leidt ons weg van onze activiteit. Want mediteren is uiteindelijk een activiteit, al is die ontspannen, die leiden ons weg. Maar Bodhi Paksha noemt dan dat er ook gedachten zijn die we kunnen beschouwen als bondgenoten. Dus gedachten die ons helpen om bij de les te blijven. Hij onderscheidt, dat komt straks nog. Bij de les blijven, dan is dat er al in, maar er komt ook eigenlijk een aanloop om eraan te beginnen. Voor we eigenlijk mediteren, onderscheidt hij in verschillende fasen van er naartoe gaan, erin zitten, erin blijven en dan verder uitbreiden. En hij zegt dus, je kunt dan spreken tot jezelf. En dan is dan in een algemene zin kun je dan zeggen, helder voor jezelf formuleren wat we aan het doen zijn. Dus als we de metabhavana doen, dan kan het heel nuttig zijn om dan, als we zeggen, ja, we gaan nu de metabhavana doen, om dan even in gedachten te roepen, uiteindelijk de essentie van ons als dharma-beoefenaars is onszelf transformeren voor de bevrijding van alle levende wezens. Dus en daar is de metabhavana is daarvoor een oefening met name om positieve emotie te ontwikkelen. Dus dat is een heldere formulering van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen. En voorbij de ademhalingsmeditatie zou je kunnen zeggen, dus om onze energieën samen te brengen, wat Sangharaks dat integratie noemt. Je kunt ook zeggen, het is om rustiger te worden, het is om vrijer te worden, aandachtiger te worden, dat formuleren. Dus dat is één ding, die meer algemene gedachte. En dan ten tweede kun je dan de oefening een beetje sturen, bij het begin, in het midden en op het einde in de verschillende fasen. Er meer energie in brengen, ons ook
rustiger maken of eigenlijk wat er nodig is. En straks kom ik op een aantal woordjes die je dan kunt gebruiken, maar hij spreekt ook over dat je je meditatie zo wat kunt indelen altijd. En heeft daarvoor twee verschillende schema's. En het eerste schema dat hij hebt, dat hij presenteert, is een schema dat hij noemt AGE. In het Engels is dat woord age, maar daar heeft het niets mee te maken. Maar dus, en A staat voor arriving, of in het Nederlands aankomen. Dus eigenlijk, dat doen we ook altijd. We beginnen in de meditatie met aan te komen, gewaar zijn van het lichaam te ontwikkelen, onze aandacht op het lichaam te vestigen, de sfeer, de ruimte, de andere aanwezigen, eigenlijk al wat er is, je stemming, en dat noemt hij dan aankomen of in het Engels arriving. En dan een tweede, de G, dat noemt hij gathering of samenbrengen. En dat veronderstel ik dat dat hetzelfde is als wat Sangharakshita integratie noemt. Dus dat is eigenlijk, dan zeg je, je bent dan min of meer aangekomen, want je kunt dat natuurlijk niet zo strikt scheiden. De meeste van ons toch niet echt heel ervaren meditatoren die kunnen dat zo in een knip doen, maar ik denk dat er weinig onder ons zijn die dat kunnen. Dus dan ga je een beetje meer de aandacht naar de adem brengen bijvoorbeeld. Hè. Dus dan ga je echt doen wat de oefening voorschrijft. Dat noemt hij dan gathering, samenbrengen. En dan de derde, de E, staat voor expanding of uitbreiden. En dat noemt hij je ervaring allesomvattend maken. Dat is ook natuurlijk wel iets wat je niet kunt, jezelf niet kunt dwingen van daarin te slagen. En van dat je kunt het meemaken en je moet daar wat geluk voor hebben en omstandigheden moeten gunstig zijn. Dat je dan echt aan het ademen bent en dat je een soort gevoel van een geheel hebt, dat je een geheel bent met je lichaam, een geheel met het ademen, een geheel met de omgeving, dat je zo wat een ruimer perspectief krijgt. En we gaan meteen een oefeningetje doen dat hij ook doet, om dat even uit te testen. En dat is wat hij, dat is een oefening die ook Upek Sadaka toepast in breathworks, en dan noemen ze 3 minuten mediteren. En dus ik ga 3 minuten tellen en dan na elke minuut een belletje geven. En we gaan dus bij het eerste belletje gaan we dus aankomen. Bij het tweede gaan we samenbrengen en bij het derde gaan we expanding. Je moet daar niet te veel van verwachten, maar gewoon die woorden eens laten vallen. Aankomen. Samenbrengen, aandacht naar de adem brengen.
uitbreiden. Bodhipaksa zegt over dat laatste, dat uitbreiden, dat je eigenlijk dat uitbreiden zou ook kunnen zien als de meditatie stopt. Dus als we, laten we zeggen, de metabhavana doen, we hebben 40 minuten gezeten en dan na de laatste belletjes van dan niet te gaan denken: oké, de meditatie is nu gedaan, ik ga nu iets anders doen. Maar van eigenlijk wel te stoppen met de oefeningen, laten we zeggen in de metabhavana, van echt metta te wensen aan mensen in de hele wereld. Dus dat je die inspanning niet meer doet, maar dat je wel niet zegt van: ja, nu is de meditatie gedaan, nu ga ik afwassen of nu ga ik babbelen met een vriend of om het even wat. Maar dat je eigenlijk wat er is gebeurd, wat er aanwezig is, wat er aan het gebeuren is in je geest en in je lichaam, van dat te laten zijn en nog wat te laten verder uitvloeien. Wel dat je misschien recht staat en begint op te ruimen, maar dat je toch die resultaten zich nog wat verder laat ontwikkelen. Dat vond ik wel ook een boeiend idee. En dat we, wat bijvoorbeeld Sangharakshita ook zegt, dat eigenlijk idealiter dat we altijd zouden in een soort meditatieve toestand zijn. En hij was dat ook. Hij was altijd enorm zich gewaar van wat hij deed. Als hij iets at of als hij iets dronk of als hij liep, dan bleef hij altijd gewaar in een zeer hoge mate. Dus dat kunnen we ook misschien toch wel wat nastreven van dan niet te zeggen: oké, nu hebben we ons plicht gedaan. En nu gaan we iets anders doen. Dus dat is een eerste dingetje dat je zou kunnen gebruiken. Dat staat ook op het blaadje dat ik heb uitgedeeld. Dan heeft hij ook een tweede schema, dat waarin dat er vier fasen zijn. En het eerste noemt hij dan settle, of tot rust komen. En je eigenlijk Je zetten, je vestigen, aankomen ook op je matje, ook al aankomen. En dan zegt hij ook nog approach of benaderen. Dus dat is dan, dus als je dan aangekomen bent, dat je dan zegt: oké, ik ga nu de tijd besteden aan mijn ademhaling, of ga nu mijn tijd besteden aan het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid. Dus dat je eigenlijk in de richting gaat van de oefening die we gaan doen. En allemaal heel behulpzaam, omdat we toch, ja, we zijn gewend om altijd activiteiten te hebben die op de klok zijn. En dan moet ik de kinderen afhalen van de school en dan moet ik beginnen koken en dan moet ik dit en dan moet ik dat. En op werk is dat van hetzelfde. En terwijl dat we daar niet beter van worden van zo te jagen en altijd snel in die richting te gaan. Dus tijd te nemen om eerst te settle, aan te komen en dan
in de richting te gaan van wat we willen doen. En dan, ja, dus dan beginnen we effectief bijvoorbeeld de adem te volgen. En dan komen we in een periode, dat is dan de M van maintain of volhouden, aanhouden, bij de les blijven. En dat weten we ook allemaal, dat dat helemaal niet gemakkelijk is. Hè. Dus bij de les blijven, in de oefening zijn. En dan het laatste is weer, zoals in het vorige schema ook, expand, uitbreiden, de bereikte kwaliteit in de wereld brengen. En dan heb ik hier nog eens geschreven wat ik daarnet al zei, van op het einde van de meditatie, dat we dat eigenlijk kunnen voortzetten. En dan heb ik nog een lijstje met woorden die je kunt gebruiken. En dat eerste dat er staat, zachte ogen, dat is iets wat voor mij bijzonder behulpzaam was. En hij vertelt daarover, laten we zeggen dat ik nu naar die pankari kijk, dan focus ik mijn ogen op die pankari. Maar als ik gewoon geen inspanning doe met de spiertjes waarmee ik focus, dan ontspannen mijn ogen. Dus ik kan gewoon voor mij uitkijken en ik zie jullie zitten, maar geen van u is scherp. Maar ik kijk gewoon met rustige ogen, kijk ik, en zonder die spanning in mijn ogen te verwekken. En dat kun je wat uitproberen, met de ogen open. Maar je kunt ook dat gevoel met je ogen dicht, kun je dat ook doen. En dat geeft dat kan een ontspannen gevoel geven in de manier waarop je bij je ervaring bent. Dus, want terwijl je, ik denk dat de meeste van ons, terwijl je bijvoorbeeld naar de adem volgt, dan volg je gewaarzijn van wat er in je lichaam gebeurt. Maar dat je ziet ook met je ogen toe, zie je ook wel dingen. Dus bij sommige mensen zijn dat echt beelden. Bij mij is dat altijd een soort, like een donkere soep waar lichtpunten in bewegen, waar dat er zo wat streepjes in zijn. En waar dat er nu en dan een vaag beeld van iets of iemand kan voorkomen. En van dat allemaal, wat er binnenkomt langs de oren, wat er binnenkomt langs de ogen en langs de tastzin, om dat allemaal op een ontspannen manier te zien. Dus nu en dan tegen jezelf zeggen, zachte ogen. Als dat kan, je kunt dan eerst effectief dat met die ogen doen, maar dan kan dat ook je gehele houding verzachten. Dus dat is een eerste iets. Dan een tweede iets, dat vind ik ook wel heel, heel mooi. Dat je bijvoorbeeld, ik denk dat we dat ook allemaal hebben, van op een bepaald moment in meditatie merk je, ik ben al een minuut aan het denken over wat ik in die mail ga schrijven naar die of die. Of ik mag niet vergeten om straks dat of dat in de koffer van de auto te steken. Dat je eigenlijk over iets aan het nadenken bent. En dat je dan, als je dat merkt, op een gegeven moment merk je dat, oei, ben echt aan het nadenken. En dat je dan daar gewoon even mee lacht. En dat je dan zegt, en nu? En dan, terwijl je zegt, en nu, ga je dan terug je aandacht richten op de adem. Of je aandacht richten op vriendelijkheid of over op wat dan ook, wat je in je meditatie doet. En een variante daarop is in plaats van en nu, maar nu. Dus daar zit iets meer van een oordeel in, van oké, dat kan je kwaad dat ik nu en dan begin te denken. Ben daarom geen slechte meditator omdat ik aan de afwas aan het denken ben, maar nu ga ik toch terug doen waar ik mee bezig was. Met zien wat voor jou werkt.
Dus als je dan zegt, ik keert naar het nu, dan kun je dat ook ondersteunen door te kijken, ja, eigenlijk gebeurt er voortdurend van alles. Hè. Ik voel nu bijvoorbeeld dat ik een klein beetje droogte in mijn mond gewaar word. Ik merk ook hoe jij daar gehurkt zit. Dat zijn dingetjes die gebeuren en die je dan gewoonweg opmerkt. Dat is wat er nu aan de hand is. En een ander in hetzelfde geval, bijvoorbeeld als je zegt van ik moet die mail naar die en die schrijven, dat je zegt het kan wachten. En dat is ook iets om jezelf in feite wat meer ruimte te geven. Het kan wachten. En Bodhipaksa zegt, je kunt zo eigenlijk voor jezelf een soort lijstje maken van dingetjes die je kunt gebruiken die voor jou helpen. Een andere dat ik ook mooi vind, dat je gewoon zegt open aandachtsveld. En dus in de zin, we hebben ook de neiging als we naar onze adem gaan kijken, van de adem te willen nergens vastzetten. Want Bodhipaksa zegt ook, je moet niet mediteren op de adem, maar op het ademen. En dat is een subtiel verschil, want als je zegt de adem, dat is een zelfstandig naamwoord, dan zou je dat kunnen aanzien als een ding dat daar is, terwijl het ademen iets is dat nooit hetzelfde is, een proces is, iets wat vloeit, wat verder doorgaat en door. Dus als je zegt een open aandachtsveld, dan betekent dat ook van ja, de adem, de aandacht, maar ook openstaan voor geluiden die binnenkomen, openstaan voor kleuren die, of licht of donker, of dat je de zon voelt stralen op je gezicht, een open aandachtsveld om je te helpen openen en ontspannen te zijn. Gelijkaardig een open hart, ook iets wat je kunt gebruiken, ongeveer hetzelfde wat dan nog meer de nadruk legt ook op vriendelijkheid en positieve emotie. Of gewoon zeggen, af en toe, dat zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld dat je zo om de zoveel minuten, je geeft gewoon het woord zijn, laat vallen. En dat kan op die manier kan je ook ondersteunen. Of dan ook nog vriendelijk zitten, rusten, ontspannen. En Artha Kuschelin heeft dat de laatste maanden ook al verschillende keren gezegd. En dat is iets wat ook mijn meditatie-idool Paramananda zegt. Dat je op een zekere zin kunt zeggen dat mediteren in wezen ontspannen is. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ja, als je echt ontspannen bent, dat je dan ook wijsheid hebt. Dat je dan aanwezig bent bij wat er gebeurt, bij de stroom van dingen die gebeuren. En als je echt ontspannen bent, dat je dan niet de behoefte voelt om alles in te delen in categorieën, te benoemen en te analyseren enzovoort. En hij zegt dus, je kunt met een reeks woorden een soort mentale checklist maken. En hij vergelijkt dat met een techniek, ik heb dat dan ook eens gegoogeld, een techniek die ze in Japan gebruiken en dat noemen ze Shishakanko. En dat betekent dat als je een werk doet, dus dat wordt echt ook toegepast in de industrie, dat als je bepaalde handelingen verricht, van de hele tijd elke bij al wat je doet uit te spreken wat je doet. En dat dat blijkbaar dat je daardoor je aandacht bij je werk brengt of houdt en dat je daardoor minder fouten maakt en echt je veel aandachtiger bij je werk bent.
Dus dat zegt hij dus ook, dat je dat zou kunnen doen van voor jezelf een soort patroontje te maken. En dat hoeft natuurlijk niet altijd hetzelfde te blijven. En dat kan ook verschillen van meditatie tot meditatie. Even met dingen die je helpen. Let your eyes very lightly rest on some spot in front of you. Let the muscles around the eyes be soft. Let the focus in the eyes be soft. And just notice how you can be aware of your whole visual field, right up to the periphery of your attention. Om Tare Tuttare Ture Svaha.